allemaal, ik ben Kitta en in deze video ga ik proberen om een rokje, jurkje, ding te gaan naaien. Ja, dit is de eerste video op mijn kanaal waarin ik ga naaien met een naaimachine. Ik ga het niet al te moeilijk maken voor mezelf. Ik heb er heel veel zin in, want ik hou van rokjes, vooral zwarte rokjes en vooral zwarte rokjes met extra versiering. Dus laten we meteen beginnen. Wow. Dat is raar. Zoals je kan zien heb ik het hier al best wel netjes georganiseerd. Ik heb van tevoren deze zwarte stof gekocht. Hij is een klein beetje rekbaar. Hier zijn even de extra details voor als je echt deze stof wil kopen. Ja, ik heb 2 meter gekocht. Dat is misschien iets te veel. Misschien ook niet. Ik zal het zien. Daarbij heb ik dit zwarte elastiek. Dan heb ik nog dit kleine ritje. Verder zul je ook even moeten rekenen, dus hou je rekenmachine paraat. Van dit patronenpapier is ook wel handig om te gebruiken met scharen potlood. Verder is een meetlint nogal handig. Heel belangrijk, stofscharen. En natuurlijk een naaimachine. Als je dit allemaal met de hand wil gaan doen, dan wens ik je succes, maar dat is niet te doen. Dus ik begin met het patroon. Het rokje wordt een cirkelrok. Dat betekent dat we een soort donut gaan uitknippen. Dit gaan we uitknippen straks. Beetje slechte tekening, maar je weet wat ik bedoel. Dit wordt straks je rokje. Dit komt straks aan je heupen. Hier komt later nog een band op. En hier komt de rits ofzo. Dat betekent dat we voor deze cirkel moeten weten wat de omtrek is van je middel. Maar we gaan niet direct zo'n cirkel uitknippen, want dat komt er heel raar uit te zien. We gaan hiervan een kwart nemen. Dat betekent dat we hem zo vouwen. En zo vouwen. Omdat je hem dan 2 keer hebt dubbel gevouwen. En als je dan dit zo hier uitknipt. Als je hem dan weer uitvalt, dan heb je dus die donut. Snap je? Oké, mensen. Ik heb een beetje uitgeschetst wat je moet doen. Als je het niet snapt, geen zorgen. Dit is rekenen voor het gezet onderwijs een beetje. De middelste lijn is de diameter. Dat is zeg maar de grootste lijn binnenin de cirkel. Die wil je gaan uitrekenen. Want als je dan de helft neemt van de diameter, dan heb je die kwart die we gaan uitknippen. Dus dat kleine stukje dat we moeten uitrekenen, die heb ik even vraagteken genoemd. Oké, dus je wil beginnen met je omtrek. Dan toets je op je rekenmachine omtrek gedeeld door pi. Omtrek is in mijn geval 68. Gedeeld door pi. Pi staat hier. En dat is dit getal. Oké, dat is ongeveer 21 centimeter. Dus nu hebben we deze lijn uitgerekend. Dan wil je dat delen door 2. Dus dan druk je gewoon op gedeeld door 2. Dus dat betekent dat ons vraagteken 10,8 centimeter is. Die moet je onthouden. Die is belangrijk. Oké, allereerst wil je een rechte hoek hebben. En daarbij kan je gewoon even een boek gebruiken of zo. We weten zeker dat dit een rechte lijn is. Dus ik ga hem hierop zetten. Dit is mijn kleed. En daar ligt de fidget spinner op dit moment. Oké, op dit punt hier wil ik een naald erin zetten. Dan moet ik straks wel gaan rekenen vanaf de 2. Want bij de 1 kan ik er geen speld in zetten. Zo. En dan zet ik hem hier op dat puntje, precies hier zo. Dan kan dit precies zo draaien. Nu komt het moeilijkste deel. 10,8 centimeter nodig. Maar omdat we nu vanaf de 2 tellen, dus dan ongeveer 12. Zorg dat je potlood recht houdt. Haal hem op de 12. Hier ga ik gewoon eventjes overheen. Een perfecte cirkel. Nu moet je nog de rest van de rok maken. Dat betekent dat je de buitenste cirkel moet gaan maken. Helemaal zo. Maar dan moet je eerst weten hoe lang je je rok wil hebben. Op 37. Die 37 centimeter, die heb ik net gemeten vanaf hier. Maar om een perfecte cirkel te maken, moet je 1 punt hebben waarop je hem kan draaien. Om hem hier te zetten moet ik dus 37 plus die 11,8 doen. Is 48. Oké, concentratie.
Nu komt een ander belangrijk deel, namelijk de band. Omdat dit aan de bovenkant komt, moet het weer de omtrek zijn van je middel. Dus bij mij weer 38. Zo, dan wil je hem ongeveer 10 cm breed hebben. Zo, dat is je band. En wat je nu wil doen is gewoon al je stukjes uitknippen. Hier is de vouw. Dit stuk wil je dan dubbel vouwen. Zo. Zodat je uiteindelijk 4 lagen krijgt en 2 vouwen op elkaar. En dit speld ik even neer. Nu pak ik mijn stofschaar. Let op, want als je wil gaan knippen, dan moet je ongeveer 1 centimeter buiten de rand van je patroon knippen. En liever meer dan minder. Deze mag wel dicht bij de rand trouwens, sorry. Deze kan je nu uitvouwen. Oeh. Tada. Je kan het hierbij laten. En deze dan verder afmaken. Maar ik wil hem extra dik hebben. Dan worden de plooien wat wijder. Denk ik, in theorie. Normaal als je een rok goed wil afmaken, dan vouw je dit zo dubbel en ga je zo op die manier er langs met het naaimachine. Maar omdat ik 2 lagen heb, ga ik het een beetje anders doen. Dit rokje leg ik met de mooie kant naar boven. Want dat wordt later de buitenkant. En deze leg ik met de mooie kant naar beneden. En nu wil je deze 2 rokken aan elkaar zetten. Zet hem niet zo aan elkaar, want dan wordt je rok mislukt. Zet hem deze aan elkaar. En voordat ik hem onder het naaimachine ga halen, zet ik er wat spelden in, zodat ze goed op elkaar zitten. Hallo, het is inmiddels de volgende dag. Ja, gisteren is het een beetje laat geworden, klein beetje. Het naaimachine werkte niet echt mee. En met niet echt meewerken bedoel ik dat die sommige stukjes oversloeg en dat het niet mooi kwam en blah. Dus ik heb gisteravond met mijn moeder langzaam en voorzichtig deze 2 dingen weer van elkaar afgeknipt. En vanochtend heb ik al die kleine draadjes eruit zitten plukken. Dus nu ga ik deze 2 weer op elkaar spelden en dan onder het lokmachine halen. En een lokmachine is net iets anders dan een naaimachine. Als je dit zelf maakt, dan kan je ook gewoon een naaimachine gebruiken hoor, maar die van mij doet het even niet. 68 spelden later. Dat is geen grap, het zijn er echt 68. Helemaal vol met spelden. Op naar de lokmachine. En nu kan ik hem omkeren, woehoe. Zo, ik heb hem net goed dubbel gevouwen en op dit punt komt de rit. Dus dat ga ik straks openknippen, maar voordat ik dat doe, zet ik er een aantal spelden in. En ook aan de andere kant. Nu haal ik 1 kant die ik goed heb opgespeld door het lokmachine. Als hij al wel past, dan kan je allebei de kanten doen, maar bij mij is hij nog te groot. Dus ik doe er eventjes nog maar 1. Die zit dicht. Ik ga nu even passen hoe ver ik hem moet inkorten straks. Als die ritsring komt, dan komt er zo'n stukje af. Ongeveer tot hier. Tot hier ongeveer. Zo, tot daar moet ik hem inkorten. Voor de band van je rok wil je een strook uitknippen. Je doet weer het getal van je middel en dat deel je dan door 2. Want dan kan je deze strook aan de stofvouw zetten. Dit stuk is gevouwen. En dan dit uitknippen. Ik laat een beetje ruimte vrij aan het uiteinde. En als je dat uitvouwt, heb je dan deze band.
heb net met moeite de band op mijn rokje genaaid. En daarna heeft mijn moeder nog de rits erin gezet. Met heel veel moeite. Maar het is ons gelukt. Het is een rokje geworden. Qua tijd en geld was het handiger geweest om gewoon van tevoren een rokje te kopen. En daarop gewoon de banden te naaien. Maar hey. Maakt niet uit. Nu ik de banden erop wil zetten, begin ik eerst met de twee banden die over mijn schouders gaan. Nu moet ik ook even kijken aan welke kant mijn rits komt. Ik knip even wat ik over heb aan elastiek door midden, zodat ik weet hoeveel ik kan gebruiken voor de banden. Oké, nu heb ik dus twee van deze dingen die om mijn middel gaan straks. Ik ga ze eventjes tot een cirkel maken, dus ik naai deze twee kanten op elkaar en dan keer ik hem binnenste buiten. En dan kan ik hem erop naaien. Oké. Dat had ik niet opgenomen. Maar ik kan je wel laten zien wat ik heb gedaan. Deze hier heb ik vastgenaaid. En dan heb ik hem zo gedaan. En dan heb ik dit. De bovenste band zit erop. Die zit vast, de onderste niet. Maar die ga ik er nu aan vastzetten. En die zet ik gewoon precies in het midden. Dus wat ik ga doen is, ik leg hem even op tafel. Die naad hier achter in het midden. Oh my god, jongens. Hij is af. Hij is af. Ik heb hier serieus een week over gedaan. Dit kostte zoveel tijd en moeite. En Hij is af. Ik ga nooit meer naaien op dit kanaal. Auw. Eindresultaat? Fantastisch. Wauw. Ik ga nog even kijken wat voor topjes er over en eronder kunnen. Wat leuk staat en zo. Dat ik me verder gewoon even op ga maken en buiten ga staan. En kom maar op met die muziek. Oké, allemaal, dat was dan de video van dit super geslaagde jurkje. Ik ben er super blij mee, maar hij heeft heel veel moeite gekost. Als je deze video leuk vond, geef dan eventjes een duimpje omhoog. Als je dit niet leuk vond, geef dan ook een duimpje omhoog, want ik heb hier heel veel moeite in gestoken. Volg me ook eventjes op Instagram en Snapchat. Ik heet gewoon Kitta DIY, dus zo moeilijk is het niet om me te vinden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei! Ik ga het niet al te moeilijk maken voor mezelf.